Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission spéciale que l'on vous a préparée sur Eleven. On est en direct sur YouTube. On est donc le 6 septembre 2022 et on s'est dit tiens, la deadline c'est ce soir et donc on va en parler, on va parler des rumeurs, des deals qui vont être faits pendant cette émission. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Thijs. Comment ça va Thijs? Goed, alles goed. Even meedelen dat de show dus in twee talen zal zijn. Dat is heel belangrijk al om mee te geven. We hebben het al getest op TikTok eerder deze zomer. We gaan dat vandaag ook gewoon doen. En ik zit er vandaag naast jou om de laatste rumors op te volgen. De officiële transfers mee te geven. En het Nederlandse luik dus van deze show in handen te nemen. Dat is het een beetje met jou, ook alles in orde, Max? Ouais, ça va. Écoute, on est chaud là. On a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pendant cette dernière heure. On a déjà quelques infos, ça va bouger, donc on va vous tenir au courant. Évidemment, à chaque fois, on reviendra vers Thijs s'il y a des informations. Et puis, pour nous accompagner, quand même, on a Andy Kissema. Comment ça va? Ah, ça va bien, et toi? Bah écoute, ça va. Donc, toi, tu es un étudiant encore... Pas encore un étudiant, mais tu as fait des études de droit et tu es quand même fan de football. Bah ouais, mais c'est depuis que j'étais petit, j'ai toujours joué au foot, j'ai toujours regardé le foot. Et après, avec le temps, avec des amis, on a commencé notre podcast Coolcast. Et ouais, c'est de ça, en fait, que tout est un peu venu. Donc tout le monde part dans notre chaîne et vraiment, on commence vraiment à analyser vraiment des matchs, à vraiment faire des recherches sur les joueurs, sur les clubs. Et c'est de ça que c'est venu, en fait. Justement, on va parler de tout ça aujourd'hui avec toi. On est vraiment super contents de t'avoir. Est-ce qu'il y a des clubs que tu suis un petit peu plus que d'autres, peut-être, sur lesquels tu as des informations aussi? Les clubs que je suis, en fait, là, le mercato est déjà fermé, en Angleterre, par exemple. Ouais. Mais il y a le Standard, que je suis aussi, et il y a beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui, mais je crois qu'on va en parler après. On va en parler, c'est vrai. Thijs, en attendant, on a aussi... des surprises, des cadeaux pour nos fans. Ja, ik wil eerst en vooral zeggen, sowieso, we zijn op YouTube, dus mensen die meekijken mogen ook de chat gebruiken om met ons op een of andere manier te communiceren. Er vraagt al iemand hoe oud Andy nu eigenlijk is. Het is een grapje van mijn podcast. Maar wij lezen mee, ik probeer zoveel mogelijk mee te lezen tijdens deze uitzending. Maar inderdaad, we hebben cadeaus. Andy, ik heb voor jou een vraag. Yes. Stel, uit alle ploegen uit de Jupiler Pro League, je mag daar 1B of de Challenger Pro League ook nog bijrekenen. Als je één shirt zou mogen kiezen dat gesigneerd is en dat wij aan jou zouden kunnen geven, welk zou dat zijn? Ik denk voor nu, als ik er één mag kiezen, zou het van Genk zijn en van Trezor. Omdat ik hem tot nu toe de beste speler vind in de Pro League. Oké, het is er geen van Trezor, maar Max, jij hebt naast jou hangen wel een gesigneerd shirt. Kom par hasard, on a envie de dire. Een gesigneerd shirt aan de voorkant door heel de ploeg van Genk. Dat kunnen jullie vandaag winnen. Als ook deze gesigneerde Club Bruggebal. Die kunnen jullie vandaag winnen. Dat wordt wel duidelijk doorheen de show. Er gaat een moment komen dat we jullie iets gaan vragen en dat jullie dat kunnen winnen live in deze show. Dus blijf zeker zitten voor de volledige uitzending. En dan moeten we vooral gaan kijken naar Deadline Day, want daar gaat het voornamelijk om. Ja. Andy Kissema, wat betekent Deadline Day voor jou? Ik denk dat dat echt de belangrijkste dag is voor de meeste clubs. Waarom? Omdat ze dan eigenlijk nog zien van, moeten wij nog iets aankopen? Zijn we volledig of niet? Ik ga eerlijk zijn, toen ik veel jonger was, Deadline Day was voor mij de dag dat ik op mijn PlayStation was. En elke transfer ging ik dan gewoon een beetje vanzelf op FIFA zitten. Omdat FIFA altijd zo wat veel later uitkomt. Update, ja. Maar ik denk voor clubs, je hebt de paniek aankopen, zie je nu. Je hebt vaak de aankopen waar clubs wachten van oké, misschien zal de transferprijs of de transferwaarde een beetje dalen en kunnen we dan kopen. De leningen kunnen dan snel uitkomen. Dus het is wel een heel stresserende dag, vooral voor, denk ik, managers eigenlijk. Ja, sowieso. Ik denk wel, paniek aankopen hebben we vandaag nog niet echt gezien. Mm-hmm. Maar Kult met een grote C, de grootste inkomende transfer, toch de meest verrassende die we nu al hebben gehad, is Nasser Chadli naar Westerlo. Maker van het magische doelpunt in 2018. Voor de Rode Duivels. En die komt nu gewoon in België voetballen. Bij misschien wel een van de leukste ploegen om naar te kijken. Wat vinden we daarvan? Ik vind dat top. Ik vind dat eerlijk gezegd heel top. Ook omdat hij naar een club gaat waar ik denk dat het eigenlijk nodig is dat je een ervaren persoon hebt die wel een beetje de leiding gaat overnemen. Het is ook gewoon goed, ik zeg het altijd, om ex-Rode Duivels, of ja, misschien nog Rode Duivel, je weet maar nooit, om die ook in de competities, in onze eigen competities te zien. Dus alleen maar positief. Est-ce que c'est le transfert, finalement,
le plus surprenant de ce mercato, peut-être pas le plus grand transfert, même si Nasser Chadli, c'est quand même un nom, mais on ne s'attendait pas à ça. Qui aurait pu dire Nasser Chadli va aller à Westerlo? C'est quand même fou. Ben c'est fou, je crois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui se disait, genre au début, peut-être il y a Chadli qui va revenir en Belgique. Et surtout à Westerlo, il n'y a personne qui voyait. Il vient de DRB, en plus. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc pour moi, tu as raison. C'est le plus surprenant pour moi aussi. Il y a aussi eu d'autres transferts faits aujourd'hui. Hein, er zijn een aantal grote transfers gebeurd vandaag. Eentje springt er dan bij mij uit. Hij zei, het is KV Mechelen of niet, heeft hij tegen zijn club gezegd. Antwerpen, Birger Verstraeten is daar net aangekomen bij Mechelen. Of hij al gekeurd is, dat is een vraagteken. Maar hij is aangekondigd. Je ziet het ook op het scherm. Ga je eens een mooie visual kijken, gemaakt door het beste social media team in België. Misschien wel Europa. Dat durf ik wel te zeggen. Hier zie je hem in zijn nieuwe plunje. Ja, en dat was een beetje een moeilijke transfer. Ook voor KV Mechelen, naar heel veel middenvelders gekeken. Uiteindelijk hadden ze een kuitenbijter, denk ik, wel nodig op dat middenveld. Ik weet niet, Andy, hoe jij daar naar kijkt. Ja, ik vind dat een positieve transfer ook iets dat nodig is. Zeker bij KV. Omdat je, denk ik ook, zoals gezegd, je hebt een kuitenbijter nodig, maar die past ook, denk ik, meer in het DNA van KV. Als je dan zo ziet van, ja, allez, je moet je direct inbeelden, je hebt een Verstraeten en misschien een Schoofs, denk dat middenveld zou echt wel veel vonken kunnen geven. Ja, ze waren ook een paar spelers kwijtgeraakt. Tuurlijk. Dus het was ook een beetje zoeken naar nieuwe manschappen. Goed, we volgen heel de dag, heel de avond liever nog tot na middernacht. Dat is belangrijk om te weten. De transfers op De Saar, gaat hij nog naar RWDM? Steve de Ridder, daar komen we later nog op terug. Die is op uitleenbasis naar Deinze. Een 35-jarige voetballer op uitleenbasis. Dat is toch ook enigszins bijzonder. Marlon Fassi getekend bij Standaar. En ik denk dat we bij Standaar heel veel nog gaan mogen verwachten. Andy? Yes, ja. Maar ik denk dat Standaar algemeen bekend is om veel transfers te hebben op deadline day. Puur omdat ze ook afwachten. Maar vaak hebben ze ook gewoon zo de neiging van oké, op die laatste dag gaan we gewoon alles afronden en dan is onze selectie dan gemaakt. Dus. Ouais, il en manque quand même pas mal. Hein. Du côté du Standaard, on parle d'Alzac, Zingernakel, Tapsoba qui pourrait lui quitter le Standaard. Ça bouge beaucoup. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe du côté de Sclessin? Ben, je crois que c'est... Bon, bon, en tant que fanatique, si je dois dire ça comme ça, je crois que c'est bien parce que je crois que le coach ou même le staff se disent que OK, on a besoin d'un certain profil de joueurs et on les attire, on les prend et on ne va que les utiliser eux. Et ce qu'on n'a pas besoin, pour l'instant, on les prête, en fait. Donc, je crois que pour l'instant, c'est bien. Si ça va marcher, c'est une autre question. Ja, ik denk dat het sowieso interessant is. Je hebt een coach die uit de MLS komt. Die heeft 2 jaar lang geen ploeg kunnen bouwen. Die heeft het altijd moeten doen met de middelen die hij had en de spelers die hij mocht aantrekken. Dat zijn er niet zoveel. Je hebt heel veel financiële restricties daar. Die dan hier komt, moeilijk begin enigszins. Maar dan wel mag bouwen en kan bouwen. En Ronnie Dela is, als we hem gesproken hebben in de bench, dat kunnen de mensen ook nog altijd bij ons terugkijken, een heel intelligente coach die graag bouwt en heel graag van dichtbij met zijn jongens bezig is. Mm-hmm. Dus dan is het logisch, denk ik, dat je nog veel spelers gaat aantrekken. Moet je daarvoor wachten op deadline day? Dat is dan mijn vraag. Nee. Ik zeg altijd, een ploeg bouwt je eigenlijk op in je voorbereiding. Dus ik denk dat dat het meest logisch is. Dus terwijl het seizoensvoorbereiding is, koopt je eigenlijk de spelers of de spelers die je niet nodig hebt, vertrekken dan. Waarom de deadline deed, ik zou het zelf ook niet weten. Ik zou het echt niet weten waarom het zo laat is. Ik denk gewoon van ja, ze wilden bepaalde spelers en dat is niet gelukt en dat ze dan naar een B of C of een D-plan zijn gegaan. Maar de spelers die zijn gekomen zijn ook niet slecht, heb ik eigenlijk gezien. Ik heb er een paar opgezocht, zoals Perica, waar ik ook wel had gezien van oké, ça va, dat is echt wel een deftige sprits. En Kroaten en Standaard, dat is eigenlijk altijd een mooi verhaal. Dus ik bedoel, je hebt Verdun Rounier, je hebt Molly Nagat in de tijd nog. Dus, en je hebt echt wel veel Kroaten die wel even een goede... Ouais. Oui, 2-3 ans, j'ai gagné. Ouais, on aura l'occasion de reparler un petit peu du Standaard parce que vous allez le voir, on aura un invité spécial évidemment à qui on pourra poser des questions un petit peu indiscrètes, on a envie de dire, et à qui on va essayer d'avoir avec qui on va essayer d'avoir quelques infos. Et en parlant d'invités, d'ailleurs, on vous réserve des surprises, mais notre première invitée
Thijs, c'est un agent, c'est Gunther Thibaut. Ja, er zijn heel veel kanten aan een transfer. Je hebt de clubs, je hebt de spelers, je hebt natuurlijk ook de agent, Gunther Thibaut, agent van Nainggolan, Van Bommel, Willaert. Dus die heeft al wel wat werk gehad deze zomer. Als het goed is, dan zit Gunther klaar voor ons. En verwelkom ik hem graag. Dag Gunther. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de dag voor jou al geweest? Heel rustig eigenlijk. Bij ons is het heel rustig geweest. Dus het meeste is ook gedaan geweest bij ons. Er zijn al andere periodes geweest, andere deadline days geweest. Maar vandaag was het rustig. Vandaag was het rustig. Kan dat nog veranderen in het laatste half uur, voor jou? Nee. In voetbal weet je nooit, maar ja, nee. Ik denk dat ik een van de ergste of / mooiste ooit heb meegemaakt. Maar ja, oké. Op een uurtje gaat het zeker niet meer gebeuren. Ja, kom daar eens op terug, op dat speciale verhaal. Als ik me niet vergis, was dat met Bolasie naar Anderlecht? Of zijn er ook nog andere verhalen waar je aan denkt? Die is de meest, denk ik, bekende in België natuurlijk. Hè? Bolasie, 43 seconden voor middernacht. Samen met Michael Verschuren hebben we... het stresslevel was niet donkerrood, maar zwart, denk ik. Omdat we eigenlijk... ja, toch anderhalf uur op voorhand klaar waren. Maar dan liep er van alles fout met Everton. Met alle papieren moeten ingegeven worden. Dus daar liepen een aantal dingen fout. Ja, kan je eens uitleggen hoe dat van begin tot einde op zo'n een deadline day gaat? Dus je hebt weinig tijd. Dat gaat van aanbieden van je cliënt tot... wat moeten we ons daarbij voorstellen? Mag ik wel even in ja, detail is een groot woord, maar dat van Bolasie kan ik wel even zo vertellen. Ik herinner me nog goed, ik zat op de wedstrijd woensdagavond op Gent voor de beker op Oostende. En dat ik telefoon kreeg van Michael Verschuren, die mij vroeg wat de situatie was van Bolasie, omdat we voor hem het mandaat hadden voor in België. Dat was om 8 uur 's avonds, dus 24 uur ongeveer ervoor. En dan zijn we in gang geschoten. De dag daarna hadden we 4 transfers af te ronden. Van Bolasie. Deze namiddag moest hij naar België vliegen. Die zat dan vast in de file. Is er nog een privévliegtuig moeten geregeld worden? Want die kon zijn gewone vlucht niet halen. Hij zat vast. Zijn vrouw en zijn agent daar zaten op de luchthaven. Hij zelf geraakte er niet. Paniek natuurlijk, privéjet. Is hij geland om 9 uur. Abbelag in Zaventem heb ik die gaan ophalen. Ben ik om 9:30 toegekomen op Anderlecht. Stond dan ook los in de kranten, want alle journalisten waren ondertussen al op de hoogte. Stonden ook aan de poort, die niet direct open ging. Die poort ging nog niet direct open, dus stond ik daar. Maar dan eigenlijk was alles snel geregeld met zijn agent, met onze advocaat en met anderen. Maar dan was er een probleem met Everton, iets in het TMS-systeem dat ze niet vonden om te matchen. En van een uur en een half ging het naar een uur. En dan begonnen we al grapjes te maken, maar jongens, we gaan het niet te spannend maken. Dan ging ik naar een half uur en dan werd er geroepen aan de telefoon. En dan alle respect voor Johan Planke toen van Anderlecht, die dat fantastisch heeft gemanaged toen. Maar dan werd het 20 minuten, dan werd het een kwartier. En ja, dan begon het stressniveau ook serieus te stijgen. En dan zie je natuurlijk de klok tikken van het TMS-systeem. En dan komt het op 10 minuten, dan hoor je, ja, we moeten F1 nog bellen. Ja, dan gaat iedereen in paniek, wordt er geroepen, geschreeuwd tegen elkaar. Michael en ik we hebben gekeken aan elkaar en van wat is dit allemaal? Dan gaat het 2 keer error in het TMS-systeem. Ja, en dan zie je die klok tikken en dan springt die voorbij 1 en dan gaat het dus per seconde af en dan zie je echt 59, 58, 57. En dan denk je, nu ben ik dood. Want ja, dat was de eerste transferperiode in Anderlecht onder Michael Verschuren. Na het aantal agenten die zijn buiten gezet geweest toen. En dat was de eerste grote transfer van hem. En dan een laatste poging om het in orde te brengen. En op 43 seconden van het einde gaf het accepted. Dus dan was het groen licht. En dan een kleine ontlading natuurlijk. Maar dat wil je toch niet veel meemaken. Nee, dat klinkt heel hectisch. Je hebt er grijs haar van gekregen, had je gezegd, hoorde ik. Wit, ondertussen is het wit. Dus van grijs naar wit al. Maar die was wel fantastisch, omdat het gelukt is natuurlijk. Er zijn andere verhalen van, wat is de GA 1 minuut te laat en zo. Ja. Dan sterf je, zowel als club als agent. Want ook hier, wij konden er niks aan doen. Het was een fout bij Everton, die het niet konden oplossen of niet vonden. En dan sta je daar machteloos. Dus dat is wel
wel afzien op dat moment. Ja, dat begrijp ik. Je bent ook agent van Nainggolan, als ik het goed heb. Agent niet, we waren intermediair. We hebben mede deal geregeld voor Antwerpen om Nainggolan te brengen naar Antwerpen. Ja. Vooral ja. Mijn partners dan, met Jesse de Preter en Sofian Benkel, die vooral daarin veel hebben gedaan. Er kwam het gerucht deze zomer dat hij zichzelf had aangeboden aan AS Roma. Word jij daar dan ook voor gecontacteerd? Ja, absoluut. We worden veel gecontacteerd voor de meest onnozele geruchten. Of noem maar op wat er allemaal verschijnt. Of andere agenten die ergens iets opvangen omdat er een naam valt. Dus zeker in die transferperiode. Dan breidt je netwerk ineens serieus uit. Van de meeste uithoeken van de wereld soms. Dat je nooit hebt gehoord. En iedereen is je vriend ineens. Ja, het klinkt inderdaad magisch, ook langs jouw kant van de transferperiode. Gunther, ik wil jou bedanken dat je hier even bij ons was. Wij moeten verder met onze Deadline Day show. Dus ja, ik denk dat wij verder moeten met de show. Gunther, heel erg bedankt. Merci ik hoop beaucoup. Dat het een rustige avond nog blijft voor jou. En tot graag tot een volgende keer. Oké. Okay. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. merci, c'est gentil. Thaïs, je pense qu'on a, on a des news hein, qui arrivent là, avec des officialisations. Juste avant, justement, le temps de rassembler un petit peu ces informations, on va reparler de l'Antwerp, hein, on a parlé de Nainggolan. Toi qui es anversois, Antwerp, pour l'instant, c'est une équipe qui est très, très solide. Est-ce que tu penses que c'est l'année de l'Antwerp ? Je pense que c'est l'année de l'Antwerp, parce que jusqu'à présent, ils ont fait des bons transferts, selon moi. Ouais. Et le jeu n'est pas aussi bon, mais il faut savoir qu'il y a de l'évolution qui vient. Donc je me dis, si la machine commence vraiment à tourner, ça, je crois que ça va péter. Et le jeu proposé par Van Bommel aussi, qui est très porté vers l'avant, mm-hmm. beaucoup d'organisation, c'est un jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Belgique aussi. Mais il est connu pour ça un peu. Ouais. Van Bommel. En fait, ça, il a une réputation de coach qui commence bien, et après, ça part un peu mal. Mais je crois que cette année, il va tenir. Et aussi parce qu'il a vraiment... il a une grande équipe. Et ils jouent pas en Europe. Déjà, il y a ça. Donc, ils ont que deux compétitions. Ça, je crois que ça va aller. Allez, on verra ça alors avec l'Antwerp. En attendant, Thaïs, désolé d'avoir fait tomber tes papiers. Dat is oké. On a des officialisations là. On a des news. Beetje nieuws uit Zultewaargem. Pape Demba Diop die komt voor 2 jaar van Diambars Football Club. Die was al op test bij Zultewaargem. Die mag nu dus blijven voor 2 seizoenen. En dan ook Chisonso Ofor komt op 1 jaar huur van Montreal. En dat is eigenlijk wel een eigenaardig verhaal. Want op de deadline day in de MLS, dat was 5 augustus, is die getransfereerd van Chicago naar Montreal. Of eigenlijk getrade voor allocation money. Maar dat is een uitleg. Als ik daar aan begin, dan ben ik nog 3 uur bezig. En nu, een maand later, op deadline day bij ons, transfereert hij opnieuw. Dus maak 2 deadline days mee. En dan eigenlijk het belangrijkste nieuws is nog dat Zikkernagel officieel is op huurbasis naar Standard. Dat is groot nieuws. Zikkernagel officieel. Hij komt van Olympiakos, als ik me niet vergis. De laatste die van Olympiakos kwam naar de JPL, naar de Jupiler Pro League, was een succes. Hugo Kuipers bij KV Mechelen. Super. Deze man met het mooie haar, ja, of hij een succes gaat zijn, dat moeten we natuurlijk afwachten, maar het is officieel. Donc pour le Standard, c'est quand même une très très bonne nouvelle. En parlant justement d'insider, de journaliste qui a des informations, on a envie d'appeler celui qui a de l'influence quand même en Belgique. À chaque fois qu'il fait un tweet, tout le monde va vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai. On parle évidemment de Sacha Tavolieri. Est-ce qu'il est avec nous, Sacha? On m'a dit qu'il était prêt. Est-ce qu'il a des infos pour nous? Le voici. Le voilà, Sacha, comment tu vas? Eh bien, bonsoir à tous, ça va très très bien, ça va très très bien. Un peu d'excitation parce que bon, c'est la fin du mercato, mais de la fatigue. Entre l'excitation et la fatigue, voilà, on nage un petit peu entre deux eaux. On imagine quand même qu'il y a pas mal de boulot là pour toi ce soir. Comment est-ce que tu gères tout ça? Ah, alors justement, je ne le gère pas, je suis dans l'action directement. Donc il n'y a pas de gestion de quoi que ce soit, c'est vraiment ou alors, évidemment, récupérer des informations qu'on a déjà, les traiter, et alors après, derrière, évidemment, les confirmer et les sortir, ou alors va réagir à ce qu'on peut recevoir de gauche et de droite, et ensuite pouvoir les faire confirmer. Donc c'est un double travail,
qui est assez compliqué parce que je suis seul à savoir le faire, à essayer de le faire justement moi-même et de ne pas avoir une rédaction, etc. Donc c'est un vrai boulot, effectivement, mais c'est une grande, grande passion. Ça fait un petit bout de temps maintenant que tu es très, très présent sur Twitter. Hein. Tu as réussi à construire une communauté. Comment ça t'est venu finalement, cette passion du mercato ? Bah, en fait, ça vient de 2012. J'avais en fait la chance à ce moment-là de côtoyer une personne assez proche d'un club en Belgique, en Jupiler Pro League, le Standard de Liège, disons-le. Et donc, du coup, j'avais accès à des informations que d'autres journalistes n'auraient pas pu avoir accès, ou en tout cas plus difficilement. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, au fil du temps, on a commencé à travailler justement sur le Standard. J'ai travaillé pour avoir des informations ne serait-ce que le plus crédible possible. J'ai fait des erreurs, hein, je veux dire, on en fait tous à un moment donné, mais on est resté sur cette ligne-là. Et nous voici maintenant 10 ans plus tard où effectivement, ben, on n'est plus que sur le Standard. On essaye d'être un petit peu sur toute la Belgique. Et puis, évidemment, le travail et le parcours, je dirais, professionnel, je dirais plutôt aussi le réseau, hein, grandissant, a fait en sorte que voilà, les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais voilà, c'est surtout beaucoup de travail et beaucoup de passion. Il y a aussi, j'imagine, le revers un petit peu de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes informations. Et puis, quand il y a une petite erreur, là on te tombe dessus, finalement. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Mais il faut être prêt à ça. C'est un jeu, quelque part. Les gens sont, je dirais, plutôt satisfaits ou dithyrambiques quand, parfois, pour d'autres, quand ça se passe très bien. Et puis, quand ça ne se passe pas bien, en fait, eux-mêmes sont déçus. Et en fait, l'idée, c'est ce que j'ai compris au fil du temps, c'est pas qu'ils soient nécessairement fâchés de la mauvaise information, c'est le fait d'avoir donné de l'espoir aux gens autour d'une signature qui, pour eux, pour leur club de cœur, pouvait aboutir à un avenir, à un futur assez resplendissant et intéressant pour leur club d'une manière générale. Alors, c'est plutôt là-dessus qu'ils en veulent aux informateurs ou aux gens qui sortent des informations. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Et que d'année en année, justement, il y a toute une série de choses qu'on sortait à l'époque, qu'on ne sort plus maintenant, parce que justement, on veut éviter des fausses, ouais, mauvaises surprises, etc. Sacha, on a avec nous Andy, qui est un fan. En tout cas, il suit avec beaucoup d'attention le Standard, et je pense qu'il a une petite question pour toi. Attends, je crois qu'il y a encore une quarantaine de minutes qui restent. Tu crois qu'il y aura encore des transferts très importants? Là, ici, sur le Standard vient d'officialiser un joueur danois au nom absolument imprononçable. Donc, c'est Philippe Zinckernagel. Ils viennent voilà, on avait sorti l'info vers 11h. Ça s'est maintenant officialisé. Et logiquement, encore une fois, le Standard devrait également officialiser un milieu central qui est celui de Brighton. Son nom, c'est Steven Aslente. C'est un Colombien, un joueur assez technique, ouais, assez intéressant, qui va venir en fait tout simplement doubler la ligne. Il faut savoir qu'au Standard de Liège, on a perdu très rapidement un milieu défensif en la personne de Pavlovic. On a décidé, Ronny Deyla a décidé de mettre au poste de défenseur central Bocadi, ce qui veut donc dire qu'on a besoin de deux milieux de terrain centraux supplémentaires pour pouvoir jouer à la concurrence. Donc sont arrivés un Italien du nom de Melegoni, milieu central, et puis ici, effectivement, donc ce milieu de terrain colombien devrait aussi venir faire le nombre et puis aussi apporter un petit peu de concurrence. On sait que Nicolas Raskin, par exemple, qui devait partir au club de Bruges et qui a finalement dit au club brugeois qu'il souhaitait non pas ne pas aller à Bruges, mais plutôt, je dirais, opter pour une situation et un club étranger. Ça n'a pas été le cas, hein, vous, ouais, le savez, il est resté, il restera au moins jusqu'en janvier. Tu sais pourquoi pareil il est resté, pour Sacha? Tu sais ce qu'il a convaincu finalement, Nicolas, de rester au Standard? Ah ben, je pense que c'est pas nécessairement qu'il a été convaincu par le Standard, pour être très honnête, c'est qu'il a surtout attendu d'avoir une opportunité qui n'est jamais arrivée. Il y a eu une lueur d'espoir lors de la dernière journée du mercato, mais alors là, du mercato assez global, donc le 1er septembre à minuit, avec les Glasgow Rangers. C'est un transfert qui ne s'est finalement pas fait, un transfert avorté, celui de Glenn Camara, qui en fait devait libérer la place à Nicolas Raskin. Glenn Camara devait aller à l'OGC Nice, Nicolas Raskin finalement du côté de Glasgow Rangers, eh bien les deux ne se sont pas faits. C'est ce qu'on appelle parfois les opérations de chaise musicale. En Belgique, on voit ça très peu parce que forcément, très peu sont les clubs qui ont des puissances financières pour pouvoir débloquer des clubs et faire des gros deals de club à club, sauf évidemment le club de Bruges. Mais à l'étranger, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Et Nicolas était un petit peu, je dirais, victime de ce fait-là. Donc on est parti pour rester jusqu'en janvier pour Nicolas Raskin
et Selim Amala, même s'il y avait 2-3 appels du Besiktas et de l'Olympiakos, mais ce n'est pas encore assez concret. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Sacha d'être venu parmi nous et pour toutes ces infos, et on se dit à très très bientôt. En attendant, Thaïs, il y avait des informations évidemment qui sont venues pendant l'appel avec Sacha, les rumeurs, mais ce qu'on voulait faire aussi, c'est un top 10 des transferts réalisés à la deadline. Depuis qu'Eleven a les droits de la Pro League, c'est-à-dire de dernières années. Ik wil eerst nog even terugkomen op Alzate, die naar Standaard zou gaan. Die heeft 1 goal gemaakt voor Brighton in de Premier League. Dat was de winning goal tegen Liverpool. Niet minder dan Liverpool op 3 februari 2021. En als we het over Premier League hebben en over de spelers die nog zouden kunnen komen, moeten we het misschien eerst hebben over spelers die free agents zijn. Er zijn nog heel wat spelers die naar onze competitie zouden kunnen komen. We hebben zelf geprobeerd om een soort opstelling ervan te maken. Die zou op het scherm moeten komen. We zien Karius in de goal. We hebben natuurlijk ook een beetje geprobeerd er een link in te steken met de Jupiler Pro League. Karius heeft die nu niet, maar je ziet Mangala en De Nayer achterin. Sidi Bey en Rose op de flanken. Dat zijn toch niet de minste namen. In het middenveld hebben we niet gekozen voor een Labiat of voor een Mata, maar wel voor Bostock, die heel goed was tussen 2014 en 2016 bij Leuven. Ibrahima Cissé bij Seguin gezeten, stond daar. Bij KV Mechelen was die echt heel erg goed. En dan in de aanval, dat is een viertal dat echt wel kan skillen vooral. Izquierdo, vorig seizoen moeilijk jaar bij Club Brugge, nu wel vrije transfer. Taraapt, daar wil je niet tegen voetballen, denk ik, want die speelt je 7 keer door je benen. Ben Arfa hebben we op de rechterkant en dan in de spits. Misschien wel een van de beste spitsen die onze Jupiler Pro League ooit heeft gezien. Een spits die, denk ik, nog veel verder had kunnen geraken dan hij geraakt is. Dit is de opstelling die we hebben. Andy, wie zou jij naar de Jupiler Pro League willen zien komen, maar wie is vooral realistisch? Willen zien komen, dat hebt. Sowieso. Ik wil pennen zien, ik wil een mooie actie zien. Dat gaat mij zo'n beetje een Boussoufa-vibe geven van vroeger. Maar realistisch, ik denk dat Mbokani gewoon terug gaan komen. Die zegt dat, oké, die heeft België graag, zijn kinderen studeren hier, die heeft hier ook een huis. Op zich, als die gewoon terugkomt naar welke ploeg dan ook, iedereen weet dat hij gaat prikken. Sowieso, dat is Mbokani. Oui, ça va être intéressant de voir si ces agents libres vont trouver un club dans les prochains jours. On va aussi évidemment suivre l'histoire de Neuer. On sait que ça parle dans pas mal de clubs européens. Pourquoi pas en Belgique? Mais en attendant, justement, revenons en Belgique. On en a parlé dans le début du programme avec la grosse surprise, finalement, de cette deadline. Thaïs. Ja, Jonas de Roek hebben we klaarzitten. De nieuwe trainer van, we moeten het zeggen, Nasser Chadli. Dag Jonas. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt een hele grote vis binnengehaald vandaag. Ja, grote vis. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ik denk, Nasser is iemand die we al een tijdje gevolgd hebben. Die ik natuurlijk ook persoonlijk ken van mijn tijd in Anderlecht. Het was misschien op het begin dat we erover dachten, misschien een longshot, maar uiteindelijk zijn we heel tevreden dat we mee hebben kunnen binnenhalen. Ja, ik vroeg het mij af, was het een opportuniteit of was het een weloverwogen keuze? Je zegt het was een weloverwogen keuze. Waarom kom je uit bij Nasser Chadli? Ja, omdat we toch een beetje zochten naar iemand, in eerste een bepaalde positie, maar vooral iemand die met zeker metier en ervaring die de ploeg kon helpen, qua statistieken, maar ook qua ervaring en ook qua kracht en snelheid. Dus en in die opties kwam Nasser naar boven uit ons scouting systeem. En hebben op een bepaald moment gezegd, oké, we gaan proberen. We zien wat misschien een mogelijkheid is, hoe Nasser er zelf tegenover staat en van tegen iets anders komen. Ja. Jonas, si tu me permets, j'ai une question en français, mais évidemment vous pouvez répondre en néerlandais. Est-ce que Nasser était la pièce manquante qui vous manquait, surtout au niveau de l'expérience? Oui, on espère. On sait que nous avons une équipe jeune, beaucoup de joueurs qui sont la première fois en première division. Donc, on sait que surtout les moments difficiles, c'est important d'avoir quelqu'un avec d'expérience. Nasser, c'est quelqu'un qui déjà joué sur certains niveaux. Donc, on espère qu'avec lui, ça veut être aussi
donner un peu plus de confiance aux autres. Et c'est peut-être l'efficacité de tout le monde peut monter aussi. Ja, ik sprak twee weken geleden Tuur Dirks en ik vroeg hem de ambitie voor Westerlo dit seizoen. Hij zei, behoud, niet te veel ambitie uitspreken. Spijkert dit de ambitie bij iemand als Nasser Chadli? Nee, ik denk dat wij heel realistisch zijn en dat we dit seizoen gewoon... hopelijk, het belangrijkste is het behoud, dat blijft erbij. Maar ik denk dat het ook wel de ambitie is om hetgeen dat we ook zeggen, het Westerlo te kunnen tonen, dat we onze mogelijkheden kunnen tonen. En ja, als je de mogelijkheid hebt om iemand als Nasser binnen te halen, dan ben je ervan overtuigd, dan ga je er alles aan doen. Omdat je weet dat een extra waarde is aan die groep, die al zekere kwaliteiten heeft. Dus de ambitie van ons dit seizoen blijft hetzelfde. Dat is gewoon behouden, dat voor veel ploegen is. En dat ook normaal is, zeker als je promoveert uit tweede klasse. Maar het is wel, we hopen wel dat we op onze manier kunnen doen. En dat is toch het wisselen dat we willen tonen van bij een jaar, maar met de nodige realisme ook dit jaar. Ja, ik denk Chadli is één toevoeging. Minero is er vandaag ook bijgekomen. Hey. Komt er nog iemand bij? Ik zeg maar Stef Peters, die werd al genoemd. Ja, nee. We hebben, in alle eerlijkheid, we hebben met Stef gepraat. En Stef was een profiel dat ook ons interesseerde. Belg, jongen met heel veel kwaliteit, ook met ervaring. Maar de situatie was niet ideaal om die transfer te doen, zowel voor hem als voor ons. Dus dan, het is altijd, je hebt verschillende targets natuurlijk. Het is niet altijd één target, je hebt verschillende targets. En als je van je targets al 20% kunt halen, dan is het heel veel. Dus in dat opzicht, maar ik denk voorlopig, we zijn heel tevreden met de twee jongens die we gehaald hebben op dit moment. En we zijn ervan overtuigd dat deze jongens nog kwaliteit en ervaring naar de groep gaan toebrengen. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Jonas et bonne continuation avec Westerlo et surtout avec les nouveaux arrivés. On vous souhaite évidemment le meilleur. Nous, on va continuer. Andy, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Westerlo, c'est une équipe qui, on le rappelle, remonte de la deuxième division, de ce qui était à l'époque encore la D1B. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Elle peut proposer un joli football. Hein, ouais, déjà l'année passée, c'était chouette à voir. C'est vraiment une équipe qui attaque, ils ont tout. Et je crois que c'est que ce qu'ils viennent de faire maintenant, c'est idéal. Tu ajoutes juste la maturité. Parce que j'ai vu par exemple le match contre Malines, qui était 5-4. Là, tu vois vraiment que c'est une équipe qui sait jouer. Mais là, quand il faut être mature, quand il faut vraiment, par exemple, comme on dit, parquer le bus en néerlandais, quand il faut vraiment défendre. Parquer le bus, c'est pareil. Parquer le bus. Mais quand il faut le faire, c'est juste là qu'il y a juste cette maturité qui manque. Parce que tu as beaucoup de jeunes qui veulent, en ce moment, c'est 4-2, par exemple, ils veulent attaquer, ils veulent faire d'autres choses. Après, on reçoit des goals stupides. Et je crois qu'avec un Nasser Chadli, avec un Minero, c'est des gens qui ont déjà beaucoup joué, qui peuvent rajouter cette petite selle pour que Westerlo qu'il fasse une bonne année, je crois. Top. Thijs, est-ce qu'on a, avant de passer vers un de nos insiders, est-ce qu'on a des rumeurs maintenant qui sont arrivées? We hebben een officiële transfer en dan ga ik echt hopen dat ik het juist uitspreek. Oleksii Sich komt naar Kortrijk op huurbasis van Rok Lviv. Dat is een Oekraïense ploeg. Hij is jeugdinternational ook bij Oekraïne. Dat is een versterking die wel gekomen lijkt bij Kortrijk. Dus dat is het nieuwsje dat we nu hadden. En dan kunnen we inderdaad over naar een van onze insiders. Want we hebben drie van onze in-house journalisten gevraagd om de ploegen, of een aantal ploegen, toch wat grondiger te volgen. En zij gaan eens oplijsten wat er de afgelopen maand, een half, twee maanden gebeurd is. En dus on va accueillir tout de suite Patrick Stein, qui est avec nous et qui a donc surveillé les clubs plutôt francophones. Patrick, comment se passe cette deadline jusqu'ici? Salut Maxime, salut messieurs. Ça dépend évidemment de quel club on parle. Côté francophone, de ce qu'on nous a dit du côté de Charleroi, c'est que ça allait être une journée très très calme, une soirée et donc une nuit
Très très calme. Donc là, vous pouvez sans doute, cher ami Carolo, aller dormir tranquillement. Moi, je me suis aussi intéressé un petit peu à l'Union, où là aussi, la tendance, c'est que c'est calme. Tout est fait depuis un petit temps déjà. Par contre, vous en avez déjà parlé avec Sacha, notamment du côté du Standard. Là, ça bouge, c'est remuant. Et la dernière info qu'on a, que Sacha vous a déjà un petit peu dévoilé, c'est qu'on nous a conseillé du côté du Standard de tenir éveillé et pour ça de boire du café colombien. Donc l'arrivée d'Alzate se confirme de plus en plus. Pat, du côté de Charleroi, c'est un peu étonnant parce qu'il y avait d'un côté le discours d'un coach qui voulait encore se renforcer. Finalement, on nous annonce une soirée assez calme alors qu'il y avait besoin de renfort. Oui, les supporters en tout cas voulaient du renfort, voulaient peut-être un message. C'est pour ça qu'il y a eu des tractations à un moment avec Nasser Chadli aussi, alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément un besoin essentiel d'un joueur du type Nasser Chadli du côté de Charleroi. Il rêvait plus d'un attaquant. On sait que Badji est décevant, que Ben Boila a du mal à se mettre en ordre un petit peu physiquement et à s'adapter au rythme de la compétition. Charleroi, de ce qu'on sait, a cherché un attaquant encore de cette journée-ci. Mais à un moment, un attaquant qui marque des buts, qui a des stats, ça se paye. Et Charleroi n'a pas trouvé d'attaquant qui correspondait à son budget, tout simplement. Et donc, du côté du club, on s'est dit qu'acheter pour acheter au rabais un joueur en qui on ne croyait pas, pour ça, il valait mieux faire quelques économies, sans doute, voire plus tard. On sait bien que ce premier tour va aussi être interrompu par la Coupe du Monde et que donc on va vite être en janvier avec peut-être un nouveau mercato, une nouvelle chance déjà de se refaire. Donc, on a pris le choix de la prudence du côté de Charleroi. On a déjà beaucoup parlé donc de Charleroi et comme tu le disais du Standard. Du côté de l'Union, c'est quoi un petit peu la big picture, hein, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mercato et est-ce que c'est à la hauteur de leurs ambitions finalement? Ça, on le verra parce que les joueurs achetés, on a déjà pu l'occasion de les voir jouer parce que l'Union a entamé et a donc conclu son mercato assez tôt. On a déjà vu Boniface quand même qui a déjà montré de belles choses, Sykes derrière et Adingra qui par flash a montré ses qualités. Ça, c'est trois noms quand même à retenir. Il y a des joueurs qui sont arrivés malheureusement aussi et qui se sont blessés du côté de l'Union. Donc tout ça va prendre un petit peu de temps. Moi, ce qui m'étonne, j'attends de voir José Rodriguez parce que voilà, le gros départ du côté de l'Union, hormis celui d'Oundaf qu'on connaît depuis longtemps, c'est celui de Casper Nielsen. Mmh. Et là, on n'a pas vraiment recruté en milieu de terrain. Alors Linen revient, c'est quasiment un transfert in parce qu'il a été blessé pendant très longtemps et on mise sur lui. Mais il ne faut pas oublier que Marc est parti aussi et que c'était un peu un plan B derrière Nielsen. Donc on a perdu le plan A, le plan B de la saison dernière dans un secteur de jeu très important pour Carole Guérard et ses hommes. Donc là, ça reste le point d'interrogation pour moi. Bon, eh bien, merci beaucoup, Pat, en tout cas, pour toutes ces informations. Et c'est vrai qu'on va aussi suivre l'Union attentivement parce que c'est une équipe qui engendre beaucoup, beaucoup d'attention auprès des fans. Thaïs, comme d'habitude, on revient vers toi. Est-ce qu'il y a des rumeurs ou est-ce qu'on va plutôt vers Andy et on lui demande un petit peu son avis justement sur l'Union, s'il n'y a rien? Ondertussen geen nieuws gekregen. Okay. Wel natuurlijk moeten we zeggen dat uit de Free 11, even kaderen ook, die kunnen ook nog na de deadline getekend worden, uiteraard. Oei. En een van de jongens, De Nayer, wordt nu hevig gelinkt aan Sevilla. Ook AS Roma zou hem willen, dus de kans lijkt me klein dat hij naar de Jupiler Pro League kwam. Wie wel naar de Pro League kwam, is Boniface bij Union. We hebben hem even aangekaart. Tegen Anderlecht heeft hij alles kapot gespeeld. Mm-hmm. Dat lijkt me een geslaagde transfer nu al. Maar eigenlijk moet ik daar Andy zijn mening over vragen. Ja, ja, ja. Ik denk ze allez, Oundaf was gewoon... Dat was, ik vind persoonlijk dat zo... Dat was de perfecte aanvaller naast Van Zijr. Iemand die sterk is, rug naar de goal. Iemand die gewoon... Ja, die knalt gewoon alles binnen. Altijd hard schieten. Ik denk dat met Boniface dat een soort van gelijkaardig is. Dat je hebt wel meer versnelling. Ja, hij heeft het al gezegd. Het is mijn nieuwe Oundaf. Ja, het is dat. Ik denk dat het probleem meer bij Union is. Ik denk dat het is zo net zoals hij heeft gezegd. Van, ja, je moet eigenlijk een vervanger hebben voor Nielsen. Want Nielsen, dat was... Ja, die loopt alles eraf. Balrecuperatie was altijd top. Infiltratie deed hij altijd goed. En ik heb nog niet het gevoel dat er iemand is die zo'n beetje diezelfde taak heeft. Puur ook waarom? Omdat Gerard nog steeds met hetzelfde systeem is gebleven als vorig seizoen eigenlijk, met Mazou. Dus ik denk dat ze echt wel een type Nielsen nodig hebben. Natuurlijk, dat gaat nooit zijn dat je een helemaal 100% dezelfde persoon, speler kunt hebben. Maar als je wel een beetje type kunt gaan halen ergens, of kunt gaan maken misschien zelfs, dan denk ik wel dat er... Een mogelijkheid is dat Union dat wel goed doet. Ik verwacht zelfs Union in de top 8 dit jaar. Ja, ik ga daar nog één korte vraag over stellen. Ja. Je zegt, Gerard speelt hetzelfde systeem als Mazou. Gerard heeft net Mazou verslaan.
is het niet het systeem van Gerard dat Matsu gebruikte? Ze zeggen vaak, de T2 is de echte coach. Dat is vrij. Dus eigenlijk, ja, misschien heb je een punt. Misschien heb je een punt. Ja, nee, ze zeggen vaak, de T2 is de echte coach. Goh. Het is ook wel, je moet wel eerlijk zijn, nee, dat is meer mijn bevinding. Het Anderlecht dat je nu hebt, de kern, is volgens mij niet gemaakt voor die 3-5-2. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Ouais, on pourra aussi revenir sur l'Union en fin d'émission si jamais il se passe quelque chose, même si c'est assez calme. Je propose qu'on passe maintenant vers Peter, qui est un autre insider néerlandophone qui est dans notre émission et qui a donc surveillé les équipes néerlandophones. Et Thijs, je te laisse. Ja, en Peter, jij bent iemand die het langs beide kanten heeft gezien. Als journalist heb je het meegemaakt, maar ook drie jaar, als ik me niet vergis, bij Genk. Ja, hoe beleef jij dat Transfer Deadline Day? 2,5 jaar om precies te zijn. Heren, goedenavond overigens. Ja, voor een perschef is dat natuurlijk een potentieel hectische dag als je weet dat er een aantal bewegingen nog kunnen komen, zowel van de in- als van de uitkant. Dus ik heb er zowel een paar meegemaakt, waar er ook een paar waar het rustig was, dat je het iets meer op een afstand kon bekijken. Maar goed, als het zo'n dag is en zo'n avond ook, waar toch de belangrijke mensen op de club gewoon zijn, dat heeft wel iets. En dan zit je zelf in je kantoor te wachten. Ja, wanneer komt de deal helemaal rond? Ja, het is nog bezig. Of daar zijn ze nog met de documenten bezig. Moet nog iets terugkomen? Moet nog iets tegengetekend worden? En ik heb zo wel een paar dingen meegemaakt. Dus vorige winter op de laatste dag, de laatste paar uur nog een aantal huurovereenkomsten. Zoals Oekbo, die dan nog weg is gegaan. En twee keer op een deadline day echt iets specifiek. Hè? Een persbericht ook voorbereid van een transfer die uiteindelijk niet is doorgegaan. Dus de eerste was in oktober 2020, want door corona toen was de deadline in begin oktober, met Joachim Mele. Die was helemaal akkoord met Marseille. Die zat ook in Marseille, wachtte gewoon op het groen licht van Genk dat er zou komen. Ja, die begon wel een beetje te panikeren. Het werd 11 uur, het werd 20 over 11, het werd 20 voor 12. En ja, Genk was uiteindelijk niet tevreden met het laatste bod van Marseille. Wilde meer. En toen heeft Joachim zelfs gebeld met Dimitri De Condé. Ongeveer wenend aan de lijn gehangen ook. Is er ook een tijdje kwaad op geweest, een paar dagen. Maar dat is weer weggeëbd, want uiteindelijk is die deal afgesprongen. Maar goed, Melen heeft nog een paar maanden goed gespeeld en is dan naar Atalanta vertrokken. Dat was ook niet verkeerd natuurlijk. En iedereen kent het verhaal van Cyril Dessers. Natuurlijk, hè, die wilde vertrekken, die mocht verhuurd worden. En die op deadline day het vliegtuig neemt naar Madrid om te tekenen bij Leganés. En hij staat aan de gate, hier dus nog. En op dat moment krijgt zijn makelaar het nieuws dat er zowel interesse was van Antwerpen als van Nottingham Forest als van Feyenoord. Hij is toch het vliegtuig opgestapt. En in de luchthaven van Madrid zijn ze beginnen nadenken. En intussen was Genk er ongeveer uit met Feyenoord. En dan heeft Cyril via fax, zo gaat dat dan vaak nog, of via mail. Maar het is nog vaak via fax dan. Zijn contract in een hotel in Madrid getekend met Feyenoord. En de rest is geschiedenis, zeker. Hè? Maar het zijn boeiende momenten wel. Het zijn boeiende momenten. Het zijn boeiende momenten. Drie clubs hebben wij jou gevraagd voor ons te volgen. Daar is het vandaag wat rustiger. Maar we hebben wel een stevige transferperiode gehad. Antwerp, Gent en KRC Genk. Wat zijn de belangrijkste dingen die we daar moeten onthouden? In eerste instantie de leider, Antwerp, ja, die waren eigenlijk klaar met hun huiswerk. Hè. Er was wel een beetje sprake dat ze nog voor een spits wilden gaan. Die Bamba Dieng van Marseille zijn ze even mee bezig geweest. Maar dat is ook een beetje een vreemde vogel, die kerel die dan op weg was naar Leeds en dan weer naar Nice en daar afgekeurd. En goed, maar ik denk dat Antwerp gewoon wel gewapend is. Ze hebben wel wat geïnvesteerd natuurlijk. Hè. Vincent Janssen, dure vogel. Jurgen Ekkelenkamp, die ze voor de neus van Club Brugge hebben gehaald. En uiteraard Toby Alderweireld. Ze hebben dan Calvin Stenks nog eraan toegevoegd door de blessure van Balikwisha. En een aantal jongere kerels, hè, die Christopher Scott van Bayern, die twee Zuid-Amerikanen, Anthony Valencia en Gaston Avila. Dus Antwerp heeft zich op verschillende vlakken wel flink versterkt. Goed geld gespendeerd, 1,22 miljoen, 1,23 miljoen. En die Nederlanders natuurlijk, dat is niet vreemd aan de komst van Mark Overmars als sportief directeur en de trainer Mark van Bommel. Dus Antwerp is sowieso wel klaar. Die hebben geen Europese herfst uiteindelijk.
Zelfs geen overwintering die er eigenlijk in zat, sowieso niet. Maar het is toch wel gewapend om op dat belangrijkste front, het Belgische front, te gaan strijden. Denk ik, toch? Peter, petite question en français, si tu veux bien. Est-ce que tu penses que l'Antwerp a fait le mercato le plus solide de Jupiler Pro League? On peut aussi peut-être dire la même chose du club de Bruges avec les transferts qu'ils ont encore réalisés les derniers jours et qu'ils avaient déjà réalisés avec un Jougla, avec Kasper Nielsen. Ils ont quand même fait leur devoir aussi. Il y a d'autres clubs qui ont peut-être un peu choisi pour des jeunes talents. Antwerp a fait le mix avec des joueurs avec d'expérience qui peuvent utiliser dès le premier moment. Et je crois que même les autres ont déjà fait des minutes. Donc, c'est un peu en équilibre. Okay. Le futur nous dira. Ok, top. Merci, Peter. On va devoir passer rapidement, Thijs. Ja, we moeten het Gent gaan we even doorgaan, want we hebben weinig tijd, Peter. Daar zijn de belangrijkste namen, denk ik, Kuipers en Petter Hauge die gekomen zijn. Maar jij als ex-Genk-perschef wil ik het nog heel even kort hebben. Of de vertrekkende jongens Ito, Bongonda, Torstvedt, noem maar op, zijn die genoeg vervangen? Ook dat zal de toekomst uitwijzen, Thijs. Genk heeft een beetje traditioneel ook gekozen voor jong en Zuid-Amerikaans met Nicolas Castro en Matias Galarza. Twee jongens die vergeleken worden met Juan Ramon Riquelme. En dat was geen verkeerde voetballer, lijkt me. Dus, maar die zitten voorlopig nog in de wachtkamer. Rasmus Carstensen, de nieuwe Joachim Mele, wordt gezegd. Die zit natuurlijk helemaal nog in de wachtkamer. Want Daniel Munoz staat er nu vast te spelen. Ze hebben op de rechtsbuiten niet echt iemand vervangen. Ze zijn lang voor de Hierasor gegaan van Slavia Praag, maar uiteindelijk hebben ze daar nog wel meerdere opties in de kern. Ali Samatta, die terug thuis is gekomen, kunnen ze er zetten. Peinsel doet het op dit moment goed. En Angelo Preciado heeft in Ecuador geregeld als rechtsbuiten gespeeld. En de jeugd is komende natuurlijk. Hou Mika Gods ook maar in de gaten, zou ik zeggen, na El Canoes. Ok, top. Comme ça, on est exhaustif et on est complet. Effectivement, on va devoir aller assez rapidement hein, parce que le temps file. On aimerait bien rester avec vous, mais c'est vrai que le temps file. Et on va vous proposer de gagner un T-shirt. Donc, vous avez, parce qu'on parlait de Genk, vous avez une minute à partir de maintenant pour nous dire quel est le joueur de Genk qui est parti et qui vous manque le plus. Allez, c'est parti maintenant dans les commentaires. Et en attendant, Andy, on va te demander de te prêter à cet exercice. Quel est le joueur de Genk qui est parti qui va le plus te manquer dans notre plat pays? Torstvedt. Pourquoi? Moi, je le trouve élégant, en fait. Genre, okay. c'est l'élégance, c'est... peut-être que j'exagère un peu si je dis ça, mais c'est un peu un type Modric comme ça, je trouve. Le type Modric qui, avec les longs ballons, qui sait bien faire les combinaisons avec les milieux. Et je crois aussi, pourquoi ? Parce que, je sais pas, j'aime bien les tu vois, les vrais 8. Oui. Des vrais 8 comme ça, qui sont vraiment... Vrais ouais, qui sont vraiment... En fait, je les trouve très intelligents comme joueur. Et c'est ça qui va manquer, parce que j'aime voir des joueurs qui ne sont pas forcément là avec beaucoup de buts ou beaucoup d'assists, mais genre, ils font beaucoup de travail, en fait, genre d'un peu derrière. Ouais. Ja, we hebben Gent wel een beetje overgeslagen daarnet. Daar moeten we misschien heel even op terugkomen. Hij werd lang gelinkt aan KV Mechelen. Hij zou een persoonlijk akkoord gehad hebben. Zat in de tribune tegen Westerlo, die knotsgekke 5-4 Sebaoui. Uiteindelijk kwam ook Gent nog aankloppen, maar die zou nu toch blijven. Die zou nu toch blijven bij Beerschot. Dat is eigenlijk de grootste inkomende transfer, lijkt me dan, voor Beerschot. Voor Beerschot, ja. Ja, absoluut. Ook gewoon van... ik denk, hij heeft heel weinig... Hij heeft maar enkel het laatste stuk van vorig seizoen gespeeld in 1A. Maar je zag al dat er bepaalde flitsen waren, dat hij echt wel... hij is echt wel een goede speler. Persoonlijk, als ik echt mijn mening mag geven, vind ik wel dat het goed is dat hij misschien bij Beerschot blijft. Puur omdat hij eigenlijk een houvast kan hebben. Dat hij zeker weet van oké, ik heb mijn basisplaats, ik kan heel het jaar doorspelen. Hij is ook nog maar... Hij is nog maar 20, dus op zich is er meer dan genoeg tijd. Als hij dan misschien pas tegen de winter of volgende zomer vertrekt, is dat ook goed. Maar ik vind persoonlijk, zeker als jonge kerel, dat je heel veel moet gaan spelen. Gewoon heel veel, elk weekend, dat je gewoon op het veld moet zijn. Want
ja, als je dan naar een hogere ploeg gaat en enkel op de bank zit of enkel invalt, is dat ook wel minder. Dus ergens, zoals je zegt, is een win-win situatie zelfs, vind ik. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'Union et tu nous disais top 8. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Genk? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire cette saison pour toi? Genk, je trouve ça difficile parce que, comme je dis, ben, c'est un peu le meilleur jeu qu'on a pour l'instant en Belgique. Le problème de Genk, c'est genre que le noyau en fait n'est pas assez grand. Donc ils ont perdu beaucoup de gens, ils ont mis beaucoup de jeunes, c'est bien, mais disons que c'est un trésor est blessé qui va le remplacer, qui a même qualité que lui. Donc c'est un peu ça qui est mon problème. Mais si Genk va comme maintenant, je crois même top 3. Ok, top. Et je pense qu'on a un gagnant. We hebben een winnaar. Het was vooral Ito die in de chat voorkwam. Maar het is Wout Koopmans die het getekende shirt van Genk wint. Dus niet jij, Andy. Het spijt me. Maar ik heb jou ook niet zien reageren. Wout, dat betekent, ik ga me even tot jou richten. Jij kan het shirt winnen. We willen dat graag naar jou opsturen. Maar dan moet je ons even op Instagram je adres en je gegevens allemaal doorsturen en dan kunnen we dat shirt aan jou bezorgen. En dan kunnen wij verder met de show. Bien sûr, et on va aller tout de suite. Vous savez qu'on a, il y a quelques clubs dont on n'a pas encore parlé, dont de grands clubs évidemment belges. Et si Vincent Kompany nous a piqué tous les joueurs de Jupiler Pro League, Vincent Kompany essaye aussi de nous piquer les meilleurs journalistes. Parce que FN, qui est avec nous en direct de Burnley. Comment ça va, FN, là-bas à Burnley, où tu t'apprêtes donc à rencontrer Samuel Bastien? Alors, je précise que je suis à Manchester encore ce soir, mais demain, on prendra donc la route vers Burnley, où on rencontrera Samuel Bastien et, en principe, aussi une conférence de presse de Vincent Kompany, Burnley qui est actuellement cinquième en Championship. Ce qui est donc encore une place potentielle pour la montée. On sait que les deux premiers montent directement, puis il faut être dans le top 6 pour les playoffs. Donc pour l'instant, eh bien, Burnley se débrouille pas mal. Bon, écoute, FN, on va devoir aller assez rapidement. Et donc, on va parler vite d'Anderlecht. Quelle a été la situation? On parlait d'un ailier, ça ne bouge pas beaucoup. Beaucoup même. C'est quoi la situation maintenant du côté de la capitale? Eh bien, la seule communication qu'on a vue sur les canaux d'Anderlecht aujourd'hui, c'était forcément cette collaboration avec Damso pour leur nouveau troisième maillot. On parlait d'un nouvel attaquant pointe, un nouveau piston. Mais voilà, il n'y en a aucun qui est arrivé aujourd'hui. Il reste encore 9 minutes dans ce mercato. Lorsqu'on regarde quand même les solutions, on se rend compte qu'Anderlecht s'est quand même renforcé. C'était avec Fabio Silva et Esposito qui remplacent réellement en fait Kwame et Zirkse qui sont partis. On sait qu'Anderlecht voulait un accord de plus, car on sait qu'Esposito a du mal à convaincre pour l'instant, mais Zirkse est parti du côté de Bologne. Et niveau piston, eh bien, il y a eu des pistons qui sont arrivés, notamment le dernier en date, Moussa Ndiaye, qui est censé remplacer sur ce couloir gauche Sergio Gomez, parti pour Manchester City, le grand transfert sortant plutôt du côté d'Anderlecht. Gomez, qui était d'ailleurs titulaire ce soir en Ligue des Champions avec Manchester City. Donc voilà, on a eu des départs, mais qui ont été palliés, comme l'arrivée de Diawara qui remplace Cullen qui est parti pour Burnley, justement. Ouais, en parlant de Ligue des Champions, on notera aussi ce but d'Eden Hazard. Bon, voilà pour Anderlecht, c'est vrai que c'est très court, mais vous le voyez, il ne se passe pas grand-chose non plus, et donc on peut passer à un autre club néerlandophone, le champion en titre, Thijs. Ja, Club Brugge, daar is het vandaag ook vrij stil geweest, FN, maar die hebben al heel wat uitgegeven en heel wat grote namen gehaald in deze mercato. Ja, Club Brugge is misschien de ploeg naar wie iedereen gekeken heeft tijdens de mercato, omdat er records bij Brugge gevallen zijn. Duurste uittransfer ooit met Charles de Ketelaar, 32 miljoen. Ook Ensocki voor 12 miljoen. En ook duurste inkomende transfer met Yaremchuk. Yaremchuk is toch misschien, ik wil zeggen, een challenge, een risico. Heeft maar 9 doelpunten in 48 wedstrijden, sorry, met Benfica gescoord. Toch voor 16 miljoen gehaald. Ook Onyedika 10 miljoen. In totaal bijna 50 miljoen. Als we Yaremchuk, Djugla, Larin is gratis gekomen. Onyedika, Nielsen, Boyata, Meijer, Ordóñez, die eigenlijk eerst bij Club Next is aangekomen, maar nu toch ook met de eerste ploeg gaat spelen. Dus veel inkomende spelers. Normaal gezien zou er niemand meer moeten komen, maar misschien nog spelers vertrekken. Er wordt veel over Ruud Vormer gesproken. Eventueel ging hij naar KV Mechelen, heeft nee gezegd. We hebben gezien dat Birger Verstraeten uiteindelijk gekomen is bij KV Mechelen. Maar Turkije, de mercato eindigt daar morgen. En Saudi-Arabië, 17 september. Dus daar zouden nog opties kunnen zijn voor Ruud Vormer. Voilà, vandaag kunnen jullie weten het.
was misschien op een vertrek. Hij heeft verlengd tot 2027. Lang was ook op een bepaalde manier genoemd bij ofwel AC Milan, ook Lille. Zou een aanbod van 18 miljoen gedaan. Hij is momenteel geblesseerd en hij zal blijven. Balanta ook was misschien op een vertrek. Maar hij zit wel in de selectie van Club Brugge voor de Champions League. In de lijst van de 25 spelers. Dus waarschijnlijk ook, ook om te blijven. De twee dossiers momenteel bij Club Brugge zijn de verlengingen van de contracten van Brandon Mechelen en Noah Mbamba, die tot juni 2023 een contract hebben. En natuurlijk, Brandon Mechelen, belangrijke speler voor Club Brugge. Noah Mbamba, een belangrijke speler misschien in de toekomst. Alleszins een speler met veel potentieel. Ja, dat is heel wat bij Club Brugge. FN, dank je wel. Veel succes met jouw interviews morgen in Burnley. Bedankt om er vandaag bij te zijn. We moeten het even zeggen. Alzate, die is officieel met nog 6 minuten op de klok. Ding, 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 ding. Let's go. Is er een foto gezien dat hij tekent? De officiële aankondiging moeten we nog krijgen natuurlijk. Voilà. Maar we moeten het hebben over Vormer. Est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je crois Bruges, ils sont un peu en train de faire ce que le Real Madrid fait avec les légendes ou avec les joueurs qui jouent vraiment bien. Donc c'est du genre, on le met juste de côté comme ça. Mais je trouve en fait que Vormer, déjà, il a prouvé que c'est un des bons joueurs, un vrai leader, parce qu'il les a vraiment emmenés pour gagner le championnat, je crois, 2-3 fois d'affilée. Et je trouve que, bah, ça c'est perso, si tu te dis que tu n'as pas besoin d'un joueur, il faut juste le dire et dis-le à un bon moment qu'il puisse partir bien et pas juste maintenant parce que maintenant il doit se précipiter. Comme là, il y a Kaveh qui vient et il dit non, c'est normal parce qu'il trouve qu'il n'a pas le statut pour par exemple jouer à un Kaveh avec tout le respect, ça je comprends. Et d'aller en Turquie, bah, c'est pas son choix. Où est-ce qu'il doit aller en fait, Vormer, selon toi ? Standard. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Als we het toch over Vormer hebben, we hadden het aangekondigd, hè? Er valt nog iets te winnen. Het kan misschien wel de allerlaatste bal zijn met de handtekening op van Ruud Vormer. Dan moet ik hem even gaan zoeken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Hier staat hij. Dat kan je zien op de camera. En jij kan die ook winnen daar thuis. En dat betekent dat je opnieuw moet gaan commenten. En eigenlijk willen we dat je gewoon Ruud Vormer in de chat zet. En dan krijgen jullie een minuut. En binnen een minuut kiezen wij dan opnieuw een winnaar voor deze bal. En dan gaan we verder. En goed, Max, ik zie dat het nog 4 minuten in de Mercato is. 4 minutes. En là, ça va commencer à être tendu, même si on a quand même le sentiment que c'est plus ou moins fini côté belge. Évidemment, lors des jours à venir, il y aura encore les agents libres hein, qui pourront être signés. Mais je propose de rester justement sur le club Bruges, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et en attendant justement le gagnant. On a parlé de l'Union avec toi, on a parlé du Standard, on a parlé de Genk. Il va y avoir une vraie bataille là pour le titre. Est-ce que Bruges peut encore une fois, avec Houfkens, aller chercher le titre avec les joueurs qu'ils ont ramenés? Il y a quand même du solide là. Mais je crois bien. Je crois déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent ou qui doutent même de Yaremchuk. Pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Parce que c'est un joueur qui s'est déjà prouvé en Belgique. Ok, à Benfica, c'est pas trop bien passé. Mais bah, il revient, il va avoir la confiance. Et si tu regardes bien, il va jouer avec Jutgla. Et je crois que ces deux-là. Deux profils différents, mais justement, qui peuvent faire des étincelles ensemble. Hein. Moi, ça me donne un peu le Van Zer Undaf. Ah, OK. Parce que Yaremchuk aussi, il est fort avec le dos. Tu vois, il se tombe toujours. Mais le truc aussi, c'est un guerrier. C'est un guerrier, il se bat pour tout. Et Jutgla, c'est un peu de même. C'est juste qu'il a un peu plus de technique, il va un peu faire plus. Et je crois aussi les autres joueurs qu'ils ont achetés, je crois, comme un Nilsson, Kasper Nilsson, pour moi, c'est le meilleur transfert qu'ils pouvaient faire. OK. Le meilleur transfert, donc, selon Andy, c'est Kasper Nilsson. Et on a un gagnant. Ja, er gaat nog een transfert gebeuren. Deze bal gaat van onze studio naar iemand thuis. En dat is Arne Carlien. Tu m'as eu là, tu m'as. Ook jij mag jouw gegevens via Instagram in een DM naar ons sturen. Want jij wint misschien wel de laatst getekende bal van Club Brugge door Ruud Vormer. Proficiat daarmee. En dat brengt ons dichter en dichter en dichter bij die deadline. Er zijn nog een aantal namen waar we niet echt nieuws over hebben. Denk maar aan Fischer.
Dat wordt een moeilijke, nee. Want naar Turkije of naar het oosten gaat hij niet gaan, want het is een heel principiële man. Mm-hmm. Die wil niet naar een land gaan waar ze de mensenrechten schenden. Dat mm-hmm. heeft hij vorig jaar in een kwartier betoog aan mij uitgelegd, hoe erg het WK in Qatar is en alle andere dingen die gebeuren. Dus dat wordt een moeilijke piste. Sebaoui die blijft als belangrijkste. En dan zijn er heel wat namen nog die we hebben gehoord. Tapsoba, Cercle, mm-hmm. nog altijd niet aangekondigd. Natuurlijk, die deal kan gebeuren voor 12 uur. Later kan het social team van Cercle dan nog iets moois in elkaar botsen. Maar we hebben er wel al heel wat mooie gehad vandaag. En dat moeten we blijven zeggen. We hebben de grootste al besproken. Maar er zijn ook nog bij de kleinere clubs. Laat ik het zo zeggen. Elke club is groot op zijn eigen manier. Dat moeten we altijd zeggen. Maar je hebt heel wat mooie namen wel die van ploeg zijn veranderd. Chalouk is een heel grote naam. RWDM. Die is vertrokken naar RWDM on loan. Dat is een mooie naam, want vorig seizoen in 1B mm-hmm. een van de betere spelers mm-hmm. die er was. Bij Gent niets meer. Storm werd even gezegd, lijkt me van niet. Sebaoui komt nu ook niet. Goed, ze hebben Petter Hauge wel gehad. Maar ja, het wordt bekijken wat er nog allemaal aankomt. Oui, c'est vrai qu'on a eu quand même des gros noms qui sont passés. Et dans cette Challenger Pro League, c'est peut-être aussi le moment de... Ah, ding, ding, ding. On nous annonce qu'il est officiellement minuit. Het is middernacht, dus dat betekent dat alle papieren binnen moeten zijn, ondertekend zijn. En dan is het nu nog wachten op wat we hier allemaal binnenkrijgen. Natuurlijk. Dat is nog de vraag. Dat wordt nog even opvolgen, maar we blijven hier nog ongeveer een kwartiertje. On va rester un peu pour parler notamment de la Challenger Pro League. Tu as parlé de Chalouk. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements du côté du RWDM qui a des ambitions. Hein. On parlait de Chalouk. Il y avait même un espoir de voir atterrir de Sarre. On a vu O'Brien qui est arrivé aussi du côté de Molenbeek. Du côté de la Challenger Pro League, il y a aussi eu beaucoup de mouvements avec Petkevicius qui est arrivé du côté du Scott, Thorisson, qui est un attaquant islandais et qui a marqué, je pense, 17 buts en 19 matchs dans le championnat islandais. On pense aussi à Rocha et Tabeku du côté du Lierse. On pense évidemment aussi aux joueurs adultes qui ont atterri dans les équipes de jeunes. Donc on pense à Lennart Mertens, David Huber, Frédéric Duplus. Et puis il y avait aussi Steve De Ridder. Steve De Ridder, qui est arrivé à Deins. Andy, est-ce que ça t'arrive de suivre un petit peu cette deuxième division, surtout depuis qu'il y a ces jeunes qui jouent avec le Club Next, avec le RSCA Futures, avec le SL16 et avec les Young Genk? Oui, ça m'arrive. Je vais être honnête, je suis pas ça chaque week-end, mais je vois en fait surtout les highlights des très chouettes matchs. Surtout le Club Next, j'aime bien. Oui, ça joue bien. Ça joue très bien. Le Standard aussi, j'aime bien. Et je crois aussi qu'il y a Beveren, Berskot et RWDM. C'est ça les cinq équipes là où je me suis dit, peut-être c'est vraiment ça que je dois suivre. Et en parlant de RWDM, je crois qu'ils ont vraiment l'ambition de revenir. Ouais, ben vu tout ce qu'ils ont réussi à faire pendant ce mercato avec les Brésiliens qui sont arrivés, ceux de Crystal Palace, et on le disait, hein, il y a eu beaucoup de mouvements avec notamment Chalouk désormais qui a été officiel. Donc, est-ce qu'on irait vers les meilleurs transferts hein, qu'on avait annoncés ou alors ça, on fait après, mais donc... Er moet eerst nog wat tussen, want Alzate die is officieel. We hebben daar een exclusieve foto van gekregen van Sacha Tavolieri. Die gaan jullie normaal gezien ook op jullie scherm krijgen. We moeten daar even op wachten, maar dat is dus officieel. Dat is dus net voor middernacht. Hey, voilà. Oh, ziet hier de foto heel erg mooi aan het tekenen. Dat is heel belangrijk. Maar als we het hebben over Mercato... Als we het hebben over Mercato, dan is er één ploeg die dit vandaag al gewonnen heeft. Over Transfer Deadline Day. Kortrijk heeft denk ik de allerbeste announcement video aller tijden op Deadline Day uitgebracht. We hebben er een minuut uit geknipt. We gaan die nu aan jullie tonen. Echt waar, kijk er even naar, want het is doodlachen. Profitez-en. Goedendag beste kijkers en welkom bij dit extra journaal op Transfer Deadline Day, waar de Belgische clubs een laatste kans hebben om hun club te verstevigen. Bij Kortrijk
is er blijkbaar ook een transfer in de maak. En daarvoor gaan we over naar onze reporter Ben. Ben, kunt u mij horen nu, Zelda? Hoe is de situatie daar in het Guldensporenstadion? Ja, dankjewel Glenn. Ik sta hier inderdaad aan het Guldensporenstadion in Kortrijk, waar het laatste half uur toch al enige beweging is. Ja, en ik, zoals we er net over bezig zijn, zie ik net de auto van Claude Gezelle oprijden, waar ik toch al enige schim kan uit afleiden. Jawel, dames en heren, hier is hij dan, de nieuwe aanwinst van KV Kortrijk. Niemand minder dan... Ja, hier stopt het. Het gaat nog zo'n minuut en een half door. Het is fantastisch in elkaar gestoken. Ondertussen hebben we ook binnengekregen dat Darpino zijn contract heeft verlengd bij KVO. En dat de deal met Tapsoba afgesprongen is. Ah, dat meldt Kevin Sauvage van Le Sport Plus. Okay. Even bronvermeldingen, want credit is due. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Dus dat is afgesprongen. Die gaat dus blijven of bij de U23 moeten spelen. Dat is nog de vraag. Maar Darpino zal voor KVO denk ik wel voelen als een nieuwe transfer. Ouais, c'est pas mal ça pour Darpino et puis évidemment la news de Tapsoba qui arrive dans les dernières secondes. Thaïs, on a quand même vécu un mercato belge de très très haut niveau. Hein. Ja, hoe heb jij dat gezien, Andy? Denk je dat we een stap hebben gezet richting de top 5 competities? Een nieuwe stap, meer kwaliteit, meer competitief vermogen, meer concurrentie? Ja, ik was in de voormiddag zelfs eventjes aan het kijken. En qua prijzen van de transfers zitten we eigenlijk op de 9e plaats in Europa. Dus je hebt de Engeland en zoveel. Daarnaast qua kwaliteit, ik heb wel het gevoel van... er wordt meer moeite ingestoken in de scouting door de ploegen. Ten tweede, de ploegen zijn minder... je hebt wel ploegen die dat nog steeds vrees hebben, maar ploegen zijn minder bang en nemen echt wel die risico's om gewoon het geld te zetten op een bepaalde speler die ze willen. Dus ik ben wel blij met deze transferperiode, vooral van de topploegen eigenlijk in België. Daarbij, ik ben wel verschoten eigenlijk van Antwerpen dat ze echt wel zoiets hadden van we gaan voort blijven investeren, dat Brugge ook voort ging doen. Dus ik verwacht eigenlijk echt wel veel van dit seizoen. Et on n'a même pas parlé, hein, finalement, des retours aussi de Vertonghen, d'Alderweireld, de Boyata. Si tu devais faire un, allez, très rapidement, un top 3 des meilleurs transferts de cet été, ce serait quoi pour toi? Compliqué, hein, à chaud comme ça. Attends. Les trois premiers qui viennent. Non, je crois sur 3, je vais mettre Toby Adderweireld. Okay. Parce que tu vois qu'il amène vraiment une grande différence à la défense de l'Antwerp. Je dirais 2. Peut-être c'est pas vraiment un transfert. Je dirais plus un revue trésor, si je peux dire, si je peux dire ça. C'est vrai que c'est pas un transfert. C'est pas un transfert, quoi. Mais... C'est un peu triché, mais bon. Pas du côté de Bruges, hein. Il y a Remchou qui a été non, je dirais, peut-être si c'est vraiment un transfert, je dirais 2, Fabio Silva. Ah oui. D'Anderlecht et 1, Jutgla. Jutgla. Ouais. Okay. Ja, we hebben ze opgelijst of proberen op te lijsten voor we aan deze liveshow begonnen. De beste 11 inkomende transfers van deze transferperiode. We gaan die hier zien. Je ziet dat Chadli er nog niet bij zit. Die kan misschien wel de plek van Bolingoli innemen. Maar zo zie je in de goal Sinan Bolat bij Westerlo. Heel veel ervaring. Alderweireld, Boyata, Vertonghen. Dat zou wel eens de verdediging kunnen zijn waarmee wij naar het WK in Qatar gaan. Mm-hmm. Dat kan zomaar. Lamkelzee is terug in de GPL na uitleenbasis bij Metz. Die zetten op de rechterkant nu bij Kortrijk. Kasper Nielsen hebben we het al over gehad. Ekkelenkamp, heel veel impact al bij Antwerp. Bolingoli, dat is ook zo'n culttransfer dat hij ineens naar KV Mechelen komt. En dan drie jongens in de aanval die iedere verdediging in de Jupiler Pro League angst gaan inboezemen. Silva, Yaremchuk en Jutgla. De vraag is, vergeten wij hier iemand? C'est compliqué, ça. Il y en a eu quand même des transferts. Mais c'est vrai que c'est déjà une très très belle liste. Hein. J'ai l'impression quand même, c'est la preuve qu'on arrive à attirer des grands noms dans le football belge, même si c'est vrai qu'il y a aussi cet exode, hein, surtout des jeunes. Mais ce que j'ai envie de demander aussi, Thaïs, à notre invité, c'est un petit pronostic. Maintenant qu'on sait que le mercato est terminé, quelles vont être finalement les équipes du top 4, celles qui vont arriver
en play-off 1. Et Thijs, après, j'aimerais bien ton avis aussi. Nee, ik ga hem er niet aan wagen. Ik laat het voorspellen en het inschatten aan Andy toe. Au début du saison, m'avait déjà demandé, je crois que c'est les mêmes noms. Pour moi, c'est l'Antwerp, Bruges, Gant et... J'avais dit quoi? Attends, Antwerp, Bruges, Gant et Genk. Ok, donc ni Anderlecht, non. Ni l'Union. Non. Pas de club bruxellois. We gaan dat onthouden, dat weet je. Geen probleem. Var. Bon, en attendant, Thijs, on n'a plus de rumeurs, je pense. On n'a plus rien qui arrive. On avait toujours aussi préparé les meilleurs transferts qui étaient arrivés à la deadline lors des deux dernières années. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Le visuel était... était peut-être prêt. Ja, we kunnen dat er nog snel terugnemen. Er is geen huidig nieuws meer. Hier staan ze klaar. We hebben de laatste 2 jaar gebruikt sinds wij de Pro League hebben. Cyril Dessers hebben we het al over gehad met Peter Morre. Dat was een heel verhaal naar Feyenoord gegaan. Andy, was dat een succes of niet? Dessers? Helemaal. Kort. Succes of geen succes? Succes. Antonio Nusa naar Club Brugge gekomen. Ook deadline day. Wat was die crazy deadline day? Dat ze 4 spelers in 45 minuten hebben aangekocht en aangekondigd. Succes of niet? Nee. Geen succes. Volgende is dan José Izquierdo, free transfer. Nu opnieuw free transfer. Succes of niet? Nee. No. Geen succes volgens Andy. Jack Henry, dat was de 4e toen bij Club Brugge. 4,5 miljoen van Oostende naar Club Brugge. Nu alweer vertrokken. Succes of niet? Geen succes. Geen succes volgens Andy. Fetou Mouassa, dat is dus wel de 4e die gekomen is. Stade Rennais naar Club Brugge. Succes of niet? Joker. Joker van Annie. Je hebt er maar één. Ali Samatta die keerde vorig seizoen op deadline day terug naar België, naar Antwerpen dan. Nu zit hij terug bij Genk. Succes of niet? Geen succes. Geen succes volgens Andy. Ilombe Mbojo, dat was een transfer uit het niets naar Sint-Truiden, naar Gent. Augustus 2021. Succes of niet? Ook geen succes. Ook geen succes. Sorry Kaba, on loan van Midtjylland naar OH Leuven op deadline day. Succes of niet? Ik kon mijn joker gebruiken. Ik zal toch geen succes zeggen. Oké, geen succes. Dat is een opvallende naam. En dan een uitgaande die ons allemaal als voetballiefhebber in de Jupiler Pro League pijn heeft gedaan. Oktober 2020, want toen duurde de deadline day wegens corona wat langer. Ik denk 5 oktober, als ik me niet vergis. Jeremy Doku voor een goede 26 miljoen van Anderlecht naar Stade Rennais. Succes of niet? Jawel. 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 We moeten hem wat krediet geven. Ja. Het ding is voor mij, Jeremy... Als hem speelt, speelt hem goed. Heel plat gezicht. S'il joue, il joue bien. Il a sa place dans le... pour la Coupe du Monde? Mais oui. Si tout va bien, s'il n'a pas de blessure, il doit être là. Toujours. Okay. Bon, eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, c'était un énorme plaisir vraiment d'être avec vous pour cette dernière heure du mercato belge. Andy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça va? Ça t'a plu? Oui, merci pour l'invitation. C'est très chouette. Et les deux langues, quand même, ça, c'est magnifique. On essaye. Thijs aussi, c'est vraiment prima. Thijs, on va quand même finir avec une surprise pour nos invités, enfin plutôt nos fans, nos téléspectateurs, on a envie de dire, qui nous suivent via le YouTube Live, parce qu'il me semble... que vendredi, il y a une petite surprise à la clé du côté d'Ileven. Ja, een kleine verrassing. Ik ga eerst nog heel even meegeven. Het is niet omdat er nu geen nieuws meer binnenkomt dat de mensen dat niet meer bij ons kunnen volgen. Want wij hebben een fantastisch social media team die morgen nog alle transfers gaan opvolgen en de komende dagen ook daar nog op gaan inspelen. Dat moet je zeker bekijken. Maar een kleine verrassing. Het is geen transfer of toch niet echt. Het is een heel loyale speler die niet meteen gaat vertrekken of aan een vertrek wordt gelinkt, laat het ons zo zeggen. Maar er is één man bij Sint-Truiden die daar al jaren is, met de naam Binky. En wij gaan vrijdag op zoek naar de man achter, of de vrouw achter het masker. Wij gaan voor onze Instagram-stories Binky een avondje volgen voor de wedstrijd tegen Standaard, met misschien heel wat nieuwe namen al in de selectie. Dus dat is de kleine verrassing. Ik hoop dat jullie daar allemaal bij zijn of je dat als tweede scherm op jullie telefoon volgen. En jullie mogen nu al vragen insturen via YouTube voor Binky. En jullie mogen dat vrijdag ook doen via onze stories. Super. Eh bien, Thijs, on a vraiment hâte de voir ça. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce YouTube Live. On a essayé de vous donner les dernières informations qui nous venaient. On remercie
aussi tous ceux qui ont été avec nous, hein, que ce soit Gunther, que ce soit Sacha, Jonas, Peter, Patrick et FN. On remercie aussi l'équipe des réseaux sociaux qui est derrière la régie, parce que franchement là, vous avez vu, hein, tous les visuels, ils ont fait un boulot incroyable. Merci Thijs, merci Andy. Et Thijs, est-ce qu'on a encore quelqu'un à remercier ou pas? Ja, de kijkers. Sowieso. Bedankt om er opnieuw bij te zijn bij Eleven. Wij proberen ons best, of wij doen ons best om zoveel mogelijk nieuwe dingen erin te steken. Nieuwe mensen ook. Dus ik denk dat het fijn is dat het een jong trio is vandaag. Dat is altijd leuk om te zien. Iemand van Coolcast, ik zou zeggen, ga ook kijken en luisteren naar Coolcast. Want met Andy Kissema valt altijd wel te lachen als je het een beetje volgt. En dan vooral ook, denk ik, Paul Segers, social media manager bij ons, die dit eigenlijk helemaal in elkaar geknokt heeft. Die heeft goed werk gedaan. Die heeft ook de TikTok-uitzending in elkaar geknokt. En de grote baas ook, hè, Jan Mosselmans, die staat hier achter de schermen te kijken. Die heeft alles gezien. Die zal wel eens in onze schouder knijpen straks om iets te zeggen. Dus ook hij bedankt. Maar vooral ook opnieuw Andy om hierbij te zijn. We hebben hem al in de stories gehad. Je wordt nu vervangen door Binky vrijdag. Maar ook hier was je een fijne toevoeging, moet ik zeggen. Zeker, zeker. Nee. Het zal zeker terugkomen, hè? Ben oui, voilà, bien sûr. C'est ça, hein. C'est bien sûr. Voilà. Bon, merci tout le monde et à très très bientôt sur Eleven. Ciao.